Beste kijkers, we staan nu hier aan de Zwartenhovenbrugstraat, waar er werkzaamheden door aannemingsbedrijf NV Baitali wordt uitgevoerd. Inspecteur Shangur legt verder uit over de afsluitingen, de wegafsluitingen namelijk, die aanstaande maandag 11 maart om 9 uur 's morgens van start zal gaan. Ik moet u doorgeven dat op maandag 11 maart, 9 uur 's morgens, het zover is dat de aannemer dat stukje van de Zwarthoebroekstraat wat valt binnen de Prinsenstraat en de Saramagastraat gaat afsluiten. Afsluiten voor het verkeer, het rijverkeer, daar men dit stukje de hoofdriolering gaat moeten aanpakken. Dat wil zeggen dat als u als weggebruiker, wanneer u komt vanuit de richting van de stad, ik noem het gemakshalve uit het noorden, maar u komt uit de richting van de stad, wil dat zeggen dat u of links of rechts zal moeten afslaan in de Prinsenstraat. Bekeken in uw rijrichting, als u links afslaat, dan gaat u voorlangs de Sint-Rosa-kerk richting de Saramagastraat. Als u rechts afslaat, gaat u richting Waaldijkstraat, zo u wil de Hofstraat. Zo gaat u uw route moeten vervolgen. Het hangt af waar u naartoe gaat, zuiden, Latour, Nieuwehaven. Komt u uit de richting van het zuiden, als we het zo mogen zeggen, uit de richting van bureau Nieuwehaven, dan adviseren wij u alvast om bijvoorbeeld de Liemersgracht links af te slaan. Zo u wil de Commissarisstraat of de Anton de Kom, dan wel de Gemeenelandsweg. Omdat op de hoek van de Saramagastraat en de Zwartehovenbrugstraat het verkeer zal afbuigen rechtsaf in de Saramagastraat. U begrijpt dat dat stukje gelegen tussen de Saramagastraat en de Prinsenstraat geheel zal worden afgesloten voor het rijverkeer. Houdt u daarmee rekening, de politie zal er natuurlijk bij zijn om u de nodige aanwijzingen te geven die u wel stipt moet opvolgen in het belang van een vlotte afvloeiing van het verkeer. We rekenen op u zoals altijd en let u op maandag 11 maart om 9 uur. De projectleider van NV Baitali aannemingsbedrijf, de heer Del Castillo, geeft een uitgebreide uiteenzetting over de werkzaamheden hier aan de Zwartenhovenbrugstraat tussen de Prinsenstraat en de Saramagastraat, welke worden uitgevoerd vanaf maandag 11 maart om 9 uur 's morgens. Kijkt u mee. Zoals u heeft begrepen, zal op maandag, komende maandag 11 maart, vanaf 9 uur 's morgens, het weggedeelte van de Zwarthoevenbrugstraat gelegen tussen de Prinsenstraat en de Saramagastraat compleet worden afgesloten voor het verkeer. Omdat wij van aannemingsmaatschappij Baitali de volgende fase ingaan voor rehabilitatiewerken riolering Zwarthoevenbrugstraat. Die werkzaamheden houden in dat we het hoofdriool welke midden in de weg ligt nu, het bestaande riool, gaan vervangen door een nieuwe aan te leggen. De werkzaamheden brengen met zich mee dat we dus de complete verharding, asfaltverharding moeten verwijderen. Het bestaande hoofdriool met alle aansluitingen daarop moeten verwijderen. En daarvoor in de plaats een nieuw hoofdriool installeren en aansluiten de nieuwe laterale riolen welke we nu mee bezig zijn, wat je op de achtergrond ziet. De werkzaamheden zijn min of meer ingepland voor 8 tot 10 weken. Het is wel een vrij krappe periode. In deze periode moeten we namelijk ook aansluitingen plegen op bestaande oudvallocaties wat het riool aangaat, en dat is het Drambrandersgracht. We gaan dus zowel het riool aanleggen, de aansluitingen en vervolgens de nieuwe verhardingsconstructie met fundering opbouwen in die 8 tot 10 weken. We vragen medewerking van de omwonenden, de bedrijven hier, maar ook medewerking van de weggebruikers, met name de mensen die dagelijks gebruik maken van deze route Zwarthoevenbrugstraat, vragen we dat ze tijdig uit huis vertrekken en alternatieve routes kiezen, zoals het verkeersplan dat suggereert.
En wij van aannemingsmaatschappij Baitali doen er alles aan om binnen de periode welke wij hebben uitgetrokken voor de werkzaamheden deze ook keurig af te ronden, zodat de weg rond mei, midden mei weer opengesteld kan worden voor het verkeer. Bradangasa, dat is ook een afjabaka naar Zwarte Hoevenbrugstraat in verband met Arroko Salanti Edu Fupura Riolering en Potwanyuang. En daarna voor meka wegdek kon gratis aan overheid trangen, maar alleen tak je reis witte. Ja? Apisi voor Zwarte Hoevenbrugstraat zijn de tussen de Prinsenstraat. Ik kan leggen uit Prinsenstraat naar Pewinkel Ebroede. Ja? Apisi dat hij gomit de Saramakastraat, pe vroeger wat poshuis bij de Fuskoutu. Apisi dat op tapu moet de manting 11 maart om 9 uur morgens. Dat want ik in oma rijd op moro. Maar, jotare, teek moet uit foto, jodoro tapa ukufu Prinsenstraat naar Zwarubrustraat. Dat je kan go of links, pe Sint-Rosa kerk de, of rechts, je go richt de Waldijkstraat of Hofstraat. Voor Rego Morofara. Ja? Hou rekening daarmee. Je kan ook daarvoor. Je kan ben na Fessi Dape toe per Kwakude. Je tek Redmondstraat, Guerrechte Westen. Of je tek Hoge Straat. Dat kan toe. Als je moet uit het zuiden, uit de richting van Nieuwehaven. Of Latour, zo je wil. Je rijpt ze af verkeerslicht per bureau Nieuwehaven. Dat we via advies. Dat als je gaat richting foto, begin te links af Limesgracht of Commissarisstraat of de Gemeenelandsweg of Anton de Kom, want als je komt vast ja iemand, want druk is die straat. Je tek links af dat bedrijf kom, je kan gaan via de Waldijkstraat richting Burenstraat of Hofstraat, dan je gaat richting foto. Want hier rijdt door, als je door naar Saramakastraat en Zwarthoenbroekstraat, ja we ben rechtsaf. Rechtsaf go richting Waterkant. Ja, in oma rijden langer. Dus, bradang Assisa, we rekenen op u, lek van mijn takken altijd. Junang ami wabib duwa roko samen.